was het. Iedereen was in de studio. We hebben afscheid genomen van Paul, van Timor. Domien die was erbij. Mark van der Molen, Oliver Bakker. Ja, dankjewel. Oh. En er was één iemand die schitterde door afwezigheid tijdens deze laatste Eva en Giel. En dat is Giel. Hey Eva, hallo. Hallo. Nou ja, ik was er vanmiddag toch wel bij. Ja, je was wel bij de borrel, maar de afterparty was eigenlijk tussen 6 en 9. Ja, ik weet het. Maar ik mocht even naar de wereld draai door en dat wilde ik ook heel graag doen, sorry. Nee, ja, nou ja, ik vind het eigenlijk best wel logisch. En het was ook best een emotionele dag, toch, vandaag? Dat was het zeker, ja. Het was een dag waar ik heel erg tegenop zag. Maar gewoon omdat ik een beetje opgelaten voel over dingen. Maar nee, het is echt tof geweest. En het is ook een beetje. Het is ook een beetje in het einde van onze vrijdagavond gebeurtenis, belevenis, toestand. Ja, dat is het. Ja. Dit was hem. Dit was hem. Dit was ons laatste duo gebeuren samen. Nou, dat wilde ik dus juist net zeggen. Dat wat mij betreft dat niet is, maar voorlopig even wel, ja. Nou ja, ik wilde dus. Dit was eigenlijk een moment waarop ik dus wilde zeggen dat het wat mij betreft. Voor de definitie is klaar. Dus. Nee, oké, top. Zeg, ik rijd nu een tunnel in. Hoi. Oh, nee. Wil jij dit programma afsluiten met een hoogtepunt? En we hebben er nogal wel wat gehad. Nou ja, wat ik eigenlijk, maar dat klinkt een beetje slecht, maar het hoogtepunt van ons vond ik misschien toch wel echt de allereerste uitzending. Omdat die zo puur en onvoorbereid, maar juist wel heel echt was. Dat vond ik eigenlijk het hoogtepunt. Dus het was de eerste de beste eigenlijk. Ik eigenlijk ook. Ja. Giel, weet je waarmee we dan afsluiten? Nou? Met dat we het voor het eerst met elkaar eens zijn. Ja, dat is op zich, ja. En dan moeten we stoppen inderdaad. Ja, op dit ja, dat is heel mooi. Ja, okay. Nou ja, klaar. Oké, klaar. Zo, nou. Deze week in de bonus bij Albert Heijn.